de bezem zitten erop. Zoals jullie kunnen zien. Ja, echt wel. Mijn spinnetje zit erop met het ratje. Dit is mijn ratje. En dit is mijn spinnetje. Maar ik moet weer even naar de Vomer, want ik zit zonder snoep voor die dames. Tenminste, snoep voor onderweg. En ik moet onderweg ook snoepjes hebben. Ja! Jij! Snoepjes voor onderweg, hè? Ja! Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds maandag en we leven op de 24e van de 10e 2022. En het is alweer reeds 15:38. Ik ben niet voor niks zo laat. Gisteren heb ik niet gevlogd. Nee, ik heb jullie er niet bij gepakt. Ik had het fut er niet voor, ik was beroerd, ik ben nog niet helemaal in orde. Allemaal door eigenlijk zenuwen, stress. Vanwege dat ik over Corrie in zit en zat. Ja, klinkt raar, zit en zat. Karen die is gisteren naar Lisse geweest, om te kijken. Ze is... Dankzij de buurman is bij het huis gekomen van Corrie. En Corrie die schijnt ziek te zijn, maar ze wil niemand spreken. Dat ze heeft Karin zelf afgesnauwd. Dat is niks voor Corrie. Dus ik ben bang dat er meer aan de hand is dan enkel gewoon ziek zijn. Ik ben bang dat ze iets heeft wat niet meer te genezen is en dat ze, nou ja, binnenkort overleden is. Daar ben ik bang voor. Maar ja, het is afwachten. Ik vertel gewoon nou waar ik bang voor ben. Maar dat is wel nog afwachten. Het kan allemaal ook meevallen, maar dan nog. Zo is Corrie niet. Dat ze iemand afsnauwt. Nee. Het doet me pijn. Het doet me verdriet. Om dat dan aan te horen dat ze zo is. Zelfs de buurman die herkende haar zo niet. Nou, dat is toch heel wat, want het is de buurman die haar in de tuin ook helpt. Nou, dan moet je elkaar toch wel kennen. Nou, hij schrok ervan. Dus ja, dat dus. En nou is het maandag en ik ga de meisjes even met ze lopen en daarna ga ik even wat boodschappen doen. Want ook dat moet ik wel weer doen. Ja, dat gaat gewoon weer door. Maar oké, lieve vrienden. Het is heel raar weer. Het waait nogal. Het zonnetje schijnt. De lucht is te blauw. Daar is het ook blauw. Maar we hebben ook regen tussendoor. Ja, ik zal even kijken. Op de buienalarm. Ja, om 16:50 komt er ook weer... Rond die tijd komt er ook weer een heuveltje. Dus, ja, dat komt wel goed. Dat zien we dan wel weer. Ja. Nat, als je nat wordt, word je toch nat. Ja, daar kan je ook niks aan doen. Ik ben best ook nog trots op mezelf. Ik heb een leuk bedankkaartje gehad. Dat ik gecollecteerd heb voor de Brandwondenstichting, maar ik heb er wat leuks bij gekregen. Ja. Dat papiertje moet ik nat maken. Moet even goed nat. Dan moet ik het een potje met aarde klaar hebben staan. Waar die in kan, dan moet ik ook dat aarde nat maken. Dan moet ik dat velletje papier erop leggen. En dan moet ik weer wat aarde eroverheen doen en dan moet ik dat ook weer nat maken. Dus ja, we zullen het afwachten. Ik moet eerst een groot potje vinden waar echt dat in kan, zo in het vierkant. Want ja, ik heb ronde potjes. Bouten heb ik nog wel, denk ik, ja. Dat gaan we straks ook even beleven. Tenminste, ik kijk of die goed is en ik laat het morgen doen, ja.
Ik had te horen gekregen dat Claudia wel weer beter was. Maar... ik zou morgenochtend een ander krijgen. En vanmiddag kreeg ik van Claudia te horen dat hij beter was. Dus ja, ik weet het allemaal niet. We zullen het beleven. Dus ik krijg morgenochtend om 10 uur krijg ik al hulp. Ja, en dan om 13:30 krijg ik Erwin. Ja. Ja, en Karin. Ja, die is er bezig geweest hoor. Die heeft mij eventjes, hoe moet ik dat zeggen? In het diepe gegooid. Ja. Andere week maandag, 31 oktober. Hoezo 31 oktober weer, hè, denk ik dan. Want je weet dat ik die dag ook in Halloween-kleding loop. Ja, mijn heksenkleding. Behalve het haar niet. Maar in ieder geval... 31 oktober om 10 uur moet ik klaarstaan, want er komt er een rijschool. WOWA. W, de W van Willem, de O van Otto, de W van Willem, de A van Anton. Voor een proefles. Ze weet dat ik bang ben. Ik heb vroeger ooit rijlessen gehad, maar ik ben gezakt. Om de dood eenvoudige reden. Ik reed in een schakelbak. Ik moest schakelen. Dan ken ik dat wel. Maar ik raak in paniek bij kruisingen met verkeerslichten van wat moet ik nou doen? Moet ik nog gas geven? Dan moet ik stoppen, weet je wel? Als het op oranje springt, dan word ik bang. Ja, en gelijkwaardige kruisingen, ja, dat vind ik ook eng. Mag jullie rustig weten, maar rijden, ik kan best wel rijden. Ik kon file parkeren, ik kon alles, behalve kruisingen. Daar word ik bang. Ja, nou ja, en dan houdt alles op, ja. Ja, heb ik het nou aan mijn stuur, het gas en de rem, et cetera? Dat vind ik niet erg. Dan hoef ik met mijn voeten niks te doen. Want die voeten die werken niet samen daar. Nee, dat in een auto tenminste niet. Dus dan moet ik met mijn handen kunnen doen. Dat gaat wel. Dan hoef ik er niet eens niet bij na te denken. Dat gaat allemaal, als ik maar weet waar het zit. Nou, zoiets zou ik moeten hebben. Had ik al lang al een auto gehad. Dat is een aangepaste auto. Ik moet niks van die rempedalen en gaspedalen hebben. Moet niks van hebben. Dat is het probleem, want anders had ik ook een booster gehad, bij wijze van spreken, met een gaspedaal. Nee, heb ik niet. Ik kan dat niet. Maar ja, we zullen het beleven. Ik zal het die man ook uitleggen. Ik raak echt in paniek. Ja. Er zit er wel iemand naast je, dus er kan niks gebeuren, tenminste 9 van de 10 keer. Dus ja, dat dus. Nou, we zullen het beleven, lieve vrienden. Zover is het ook nog niet. Ja, we gaan lopen, schatje. Ja, we gaan lopen, hè, kind? Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet ook maar weer eens een keer met ons mee. Ja, en zoals jullie zien staat de booster weer binnen. Ja, ik ben er weer mee bezig. De verlichting die erin zat, dat is kapot gegaan. Dus... Daarom heb ik het vervangen met die hier al eigenlijk. Dat bakje krijg ik momenteel niet open, dus dat mag morgen Erwin doen. Dat bakje is kadoek. Tenminste, dat snoertje. Maar de batterij moet eruit, maar ik krijg het bakje niet open. Dan ga ik de bezels er nog aan halen doen. Die liggen op de stoel. Die moet daar weer eens kanten. De spin komt er natuurlijk weer op. Die ligt achter mijn bureauscherm. En ik heb een bakje koffie staan. En ik heb boodschappen gedaan. Dus ik heb het druk gehad. Ja. Ik heb de grit gehaald. Ja. Eitjes en assijnders op. En ja, van alles en nog wat gehaald. Weer spekkies. Drinken en pedalen in mijn zakje, boterhamzakje. En voor het poesjekind, ja, alles weer binnen. Ja, ik moet nog snoepjes voor de dames eigenlijk halen, want ik kon er niet meer bij. Want ik had nog wat en dat heb ik afgeleverd. Ja, dat was een cadeautje voor een ander. Dus ja, ik ga nou mijn koffie even opdrinken en dan ga ik die bezems erop doen. Dus, komt helemaal goed, tot later. Ja, de bezems zitten erop. Zoals jullie kunnen zien,
Ja, echt wel. Mijn spinnetje zit erop met het ratje. Dit is mijn ratje. En dit is mijn spinnetje. Hè? Ook de oogjes, ja hoor, die hebt hij wel. Al zie je het bijna niet. Verlichting, nou ja, moet ik eventjes mijn bakjes vinden. Bakkie, waar zit het knopje? Daar. Nou gaat hij knipperen. En dan heb ik deze stand, gaat hij ook knipperen, maar wat langzamer en weer wat vlugger. En dan weer wat langzamer en weer wat vlugger. Dan heb ik dit. En dan heb ik dat. Van fel naar zwak. En weer vlug. Dan heb ik ook nog dat hij echt stil blijft staan. Nou staat hij stil, geloof ik. Daar heb ik hem zelf het liefste op. Maar ja, nou nog niet nodig. Nou ja, en daarom, hè, ja, mijn vleermuisje. Dus ja, en hier ook de bezem. Zal maar met plakband vast. Ik hoop dat dat lukken wil. Voorheen had ik hem ook hier nog aan vastgebonden met een tie rip. Met een binder. Zo naar het stokje toe. Maar ja, ik vind die opening, ik vind het een beetje te groot, deze opening. Dus ik denk, probeer het met plakband. Kijken of dat lukken wil. Alleen nog met plakband. Zonder dat ik hem verder vast heb gebonden. Dus. Nou ja, oké. Okay. Ja, ik ben er blij mee. Maar ik moet weer even naar de Vomar. Want ik zit zonder snoep voor die dames. Tenminste, snoep voor onderweg. En ik moet onderweg ook snoepjes hebben. Ja! Jij! Snoepjes voor onderweg, hè? Ja! Snoepjes voor onderweg, kind. Jij nou? Ja! Jij, schatjes. Ja! De vrouwtje trekt haar jas weer aan en dan ga ik weer even naar de woonbaan. Ja! Komt goed, lievertjes. Ja! Dus, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze!
kick.